Dit kunnen we ook niet kopen. Nee. Waar is hem? Elf vissers erin. Elf vissers erin. Elf vissers erin. Hij heeft het in! Ik moet toch kijken of dat de band officieel gekraakt is of dat de weerstand is. Dat vind ik, dat is mijn taak. Precies, we hebben alle bewijsmateriaal in de tas zitten. Ik ben alleen. Ben je bang voor mij alleen? Nee, maar we zijn ondertussen wel een beetje bang voor jullie gewoon, ja, maar... We hebben net een herkraak gedaan van een pand wat afgelopen zondag was spoedontruimd, onrechtmatig spoedontruimd door de politie ter plekke. Met heel veel geweld, er is ook heel veel media-attentie over geweest. We hebben inmiddels aangifte gedaan, ook tegen de politie wegens openbare geweldpleging en mishandeling. En we hebben nu dan de herkraak gedaan om te laten zien dat wij als burgers niet instaan voor dit soort machtsmisbruik van de overheid. En we vonden het daarom belangrijk om deze kraak te doen. Om het vervolgens gewoon via de wetgeving te spelen. Namelijk dat zij een ontruiming aankondigen aan ons, waaraan wij dan vervolgens een kort geding kunnen voeren om een belangenafweging te maken. Nou, we hebben hier al het hele verhaal van kraken. Het verhaal van Lameren. Die mensen hebben ze wanneer het leven te staan. Een mail die Lameren naar een van de buurtbewoners hier heeft geschreven. En ze zegt, inderdaad, helaas, het gaat leven blijven staan. Tot het niet mag ik dit meenemen? Dat mag ik meenemen. Het is een conceptdagvaarding van onze advocaat. Die zegt, er moet geen spoedontruiming plaatsvinden omdat deze mensen huisvrede hebben. Na de huisvrede mag er een rechtszaak worden aangespannen. En dan komt er uiteraard alsnog een. Ik ga me even beraden, maar ik wil even naar mijn auto toe. Want ik wil even met, eruit, maar, serieus, moet je even omlopen? Nee, ho. Nee, maar dat gaat gewoon niet werken zo. Tuurlijk wel, ik kan het er wel langs. Dan gaat het niet daar langs. Kom, dat maakt niet uit, ik ben alleen. Wij kunnen met z'n drietjes er samen even langs, maar dan moeten we dat gewoon even goed afspreken, ja? Want die jongens, die hebben wij ook niet in de hand. Die zijn hartstikke boos in de eerste afspraken, hij moet eerst zeggen dat het goed is. Dus gaan wij toch niet alleen... Gaan jullie wel langs? Zullen wij er even met je meelopen? Ja, is goed. Oké. Deze meneer die gaat hier langs het randje even langs, ja. Oké. Alleen deze. Even langs het randje. Je kunt het ook zien, deur open, kraak is binnen. Barricademateriaal gaat naar binnen toe. Wat ik daarvan vond? Nou, ik kwam aan toen de politie hier al was, want wij waren weg geweest. En toen was de politie net aan het inslaan. En vond ik best angstig. Ik wist eigenlijk niet wat er gebeurd was. Maar toen ik jullie brief zag, toen ik thuis kwam, toen dacht ik van ja, dat kan niet. Ja. Foute actie van de politie. Aha. Iemand die een beetje overspannen is, denk ik. Ook je kinderen hebben dat gezien. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de politie heel hard optreedt tegen activisten en krakers.
Demonstraties worden bijna direct neergeslagen eigenlijk. En ja, dat is heel spijtig in Nederland, want dat zou je niet verwachten in een democratie die wij hebben. Die wij zouden moeten hebben. Maar hoe dan ook, ik vermoed dat het komt omdat Eberhard, de burgemeester, een ruimte overlaat van onduidelijkheid. Omdat hij het ene zegt over zijn beleid en iets anders doet. Hij zegt dat hij niet ontruimt voor leegstand. Nou, dat is niet waar. Hij zegt dat hij niet meer dan één keer een pand ontruimt omdat de eigenaar er daarna gewoon iets mee moet doen. En hij niet de knokploeg is voor de eigenaar. Nou, hij laat zien wel de knokploeg te zijn voor de eigenaar en panden 2, 3, 4 keer te ontruimen. En ja, dat strookt gewoon niet met het landelijk beleid en niet met wat hij zegt dat zijn eigen beleid is. Waardoor de politie dus ook het gevoel krijgt dat ze gewoon de vrije hand hebben. Ja, en dan kunnen er dingen plaatsvinden zoals afgelopen zondag. Dat politieagenten het hoog in hun bol krijgen en hun frustratie dan maar losslaan op geweldloze activisten. Ja, ik ben voor de krakers. Aha. Zelf. Ik vond het heel erg dat die krakers in elkaar werden geslagen, alleen... Ik vond het wel goed dat ze het hebben geprobeerd. Oké, laat mij daar binnen, laat mij daar binnen. Nee, moet hier hoor je bij. Ja, ik moet filmen, ja. Hey, let me filmen. Put the light on. Ja, oké. Leeg. Leeg. This is front. That's front door. Everybody is front right, this is a front door, yes? Leeg. Oké, goed gedaan. Ik woon hier in de buurt, woon hier verderop. Je komt op tv! Ik vind het heel goed dat ze het nog een keer gekraakt hebben. Ja, ik sympathiseer heel erg met ze. Ja. Nou, het staat heel lang al leeg en ik vind dat gewoon asociaal. En ik heb je gezien? Wat gebeurt vorige week? Nou, niet zo goed meer van de zijkant. Ik heb later ook video's gezien. Uh-huh. En ik vond het wel heftig. Ja. Uh-huh. Ja, heel heftig om te zien. Maar je ziet gewoon mensen staan die eigenlijk niks doen en er wordt gewoon flink bovenop geslagen. Ongelooflijk, ja. Ja. Maar goed, waar het vooral om gaat is dat zo'n woningbouwvereniging het zo lang leeg laat staan. Daar gaat het mij vooral om. Dat vind ik gewoon maatschappelijk niet kunnen. Mm-hmm. Waarom niet? Omdat ze willen geld maken. Dus, maar goed, dat was sociaal. Mensen willen heel graag wonen. Ik bedoel, er zijn te weinig woningen hier in Amsterdam. Dus zo'n woningbouwvereniging iets zo lang leeg laat staan, ik vind dat niet kunnen. Ik denk helaas dat we het zo moeten gaan doen. Ja. Ja, we moeten het politiek weer onder de aandacht brengen en de wetgeving weer veranderen daarin. Veranderen welke wet? Dat het weer gedoogd gaat worden, dat mensen kraken zoals het was. Nu niet, nu mag het niet. Dus ben je tegen het kraakverbod? Ik ben tegen het kraakverbod. Het is een pand van IJmeren, het is een woning van IJmeren dat een aantal jaar geleden is dichtgetimmerd vanwege ernstige zwamvorming. Het komt omdat IJmeren in deze buurt al jarenlang groot onderhoud meer pleegt. Er zijn al in 2006 klachten over geweest van bewoners bij de lokale politiek. En daarna gebeurde er niks eigenlijk. En in 2010 liet IJmeren weten dat ze daar geen geld voor hadden om dat te renoveren. Nu willen ze dus volgend jaar op z'n vroegst, half 2013, beginnen met een grootschalige renovatie. Waarna ze alle sociale huurwoningen gaan verkopen. Waar men niet terugkeert. Dus als men terugkeert, dan gaat de huur omhoog. Komt men terug in een soort nieuwbouwwoning. En omdat het dan grondig is gerenoveerd. En zullen zij de laatste sociale huurders zijn in die panden. Dus wij protesteren tegen de uitverkoop van de sociale huur. Wederom op een markt die al te krap is. Met wachttijden van 9 tot 19 jaar. Het is helaas nationaal beleid of Amsterdams beleid om... de sociale huur terug te brengen naar 30%. Wat natuurlijk belachelijk is, want er zijn nu al te weinig sociale huurwoningen.
En los daarvan wil IJmere gewoon hun plan doordrukken voor renovatie. IJmere wil nu de panden gaan renoveren volgend jaar. Een grootschalige renovatie minstens 10 maanden gaat duren. En die een huursverhoging inhoudt. En daar hebben ze bewonerssteun van nodig van 70%. Maar ze hebben op dit moment maar 50% al een half jaar. En ze proberen nu met wat ze noemen maatwerk die steun op te krikken. En met maatwerk verstaat IJmere individuele onderhandelingen met een huurder. Waarin ze dan bijvoorbeeld deeltjes maken van nou, als wij je nou korting geven op de huur, zeg je dan wel ja. Of als wij je kinderen nu een prioriteitspositie op de sociale huurlijst geven, zeg je dan wel ja. Dat gebeurt daar nu in die buurt. En dat vindt de politiek goed, want dat heet maatwerk en dan is het oké. Maar wat wij maatwerk zouden vinden is als zij echt toekomen aan de wensen van de huurders. Want hiermee natuurlijk met zo'n onderhandeling, door steeds de individuele huurders een deeltje aan te bieden, halen ze de kracht weg van de huurders-bewonersgroepen. Dat is heel slim. Die is dan geen blok meer, die kan dan niet meer gezamenlijk optreden. Omdat er dus allemaal deeltjes worden gemaakt. Een soort verdeel- en heerstactiek. En wij willen graag de mensen die dus tegen dat renovatieplan zijn, maar ook de mensen die voor het renovatieplan zijn, met hun allemaal samenwerken om een manier te vinden waarop er een veel bredere plan getrokken wordt waarin iedereen zijn zin krijgt. Want dat kan wel degelijk, geloven wij. Want je zou bijvoorbeeld kunnen renoveren in de panden waar mensen, waar dat echt een krot is inmiddels, na al die jarenlange verwaarlozing. En je zou de mensen die waar de huizen goed zijn en die heel veel geïnvesteerd hebben in hun woning over de afgelopen 10, 20 jaar, die mensen wonen er vaak al heel lang in deze buurt, en die heel graag hun woning zou willen houden en waar de woning ook degelijk is, is het helemaal niet nodig om te renoveren. Dus dat zou pas maatwerk zijn. Maar IJmere wil gewoon heel graag haar eigen ideeën doordrukken. Dat zie je overal gebeuren in de stad, in Oost vooral. En met allerlei nare gevolgen. En nu wil zelfs IJmere, over een maand hebben wij gehoord van buren, een rechtszaak beginnen om zonder de steun die ze eigenlijk nodig hebben, officieel voor die plannen, toch de plannen door te drukken. Dus om dan maar gewoon de huurders eruit te gooien, omdat de rechter zegt, IJmere, je mag doen met je bezit wat je wil. Nou goed, dat vinden wij niet kunnen. En we willen graag voorkomen dat dat gebeurt. Ja, het ondersteunen van de huurders daar. En als ook het protesteren tegen de uitverkoop van de sociale huur. En aandacht vestigen op het feit dat IJmere hier aan verkrotting doet, zo noemen we dat. Huizen jarenlang niet onderhouden en daarna zeggen, ja, nu moeten we wel renoveren. En de enige manier om dat te bekostigen is om het te verkopen daarna. Nou, dat trucje, dat passen veel corporaties toe en dat is eeuwig zonde, denk ik. We zullen er even binnen kijken. Dat was voor de kraakbed, dat weet je ook. Dat is al heel lang niet meer gebeurd. Even wat stand opnemen zo. Ik ben alleen. Luister, ik ben niet bang. Nee, maar het gaat hier niet om bang zijn. Het gaat er gewoon om dat we dat al heel lang niet meer doen. En er wordt al een hele tijd gekraakt zonder dat de politie binnenkomt. We hebben mensen die filmen binnen. Die kunnen jullie laten zien met het huisnummer erbij. Dat alles absoluut weten. Als u wilt, gaat hij ook even terug. Ja. Zolang er redenen voor kraken zijn, zullen krakers ook doorgaan met hun activisme. En tot die tijd zal de overheid daarmee moeten omgaan op een of andere manier. En je kan wel doen alsof het niet bestaat en steeds harder proberen te slaan, maar daarmee gaat het probleem niet weg. En ik neem aan dat ze dat nu wel begrijpen inmiddels, na 2 jaar kraakverbod. En ik hoop dat ze het licht zien. En begrijpen dat er een betere regeling nodig is dan elke keer maar weer proberen het zwijgen op te leggen met knuppels. Ja. Het is goed gebarricadeerd, daar heb ik alle vertrouwen in. Aha. Dat wel. Dus we hopen dat dat in ieder geval wat zal schelen. En dat ze ook begrijpen door onze communicatie dat wij niet mensen zijn die overlast veroorzaken of daar zijn om vervelend te zijn. En dat we daar zijn met een hele legitieme reden. En dat ze misschien begrijpen dat het daarom ook geen reden is voor ontruiming.
Ik vind het goed. Oké. Ja, ik ben voor. Het staat al veel te lang leeg. Ik geloof dat het in jullie brief stond 2,5 jaar, maar volgens mij staat het al in ieder geval een deel van het huis al 4 jaar leeg. En ik vind wat het een goed je... idee. Nou, als ik zie dat de brieven die jullie gestuurd hebben, denk ik dat jullie willen sociaal contact willen hebben in de wijk en zorgen dat het pand goed uitziet. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Beter dan dat het leeg staat. Over vorige zondag, ja, was ik er ook. We zullen zien hoe het gaat. Oké. In ieder geval plezier. Het is nou een civiele zaak, dus het gaat niet tussen IJmeren en de krakers. En nou ja, veel woonplezier aan de mensen die er gaan wonen. Het is gelukt. What are you squad?